Hey en hallo, welkom bij weer een nieuwe Minecraft Survival. Vandaag, jongens, staan we in prachtig contentveen. Ik sta hier op de toren, zodat jullie mooi op de achtergrond de stad konden zien. En wat ziet hij er weer mooi uit, hè, jongens, vandaag. Wat staat hij weer in het zonnetje, denk ik. Ja, daar is de zon, inderdaad. In de vorige aflevering hebben wij een lijstje gemaakt. Die staat daar mooi. Je ziet alleen de bordjes nu niet. En daar hebben wij allemaal taken op gezet die wij nog uit moeten voeren voordat contentveen seizoen 2 stopt. En seizoen 3 zal beginnen. Een van die twee taken was deze twee prachtige standbeeldjes maken. Nou, dat is goed gelukt. Deze heeft een ender een hoofd in zijn handen en deze heeft een bloemetje in zijn handen, ook heel leuk. Ik weet nog steeds niet waar mijn ender egg is, dat is gewoon nog steeds vermist. Mijn grote schat is nog steeds gestolen. En de andere taak die ik vorige aflevering heb uitgevoerd is het grote graanveld hier vullen, wat ook goed gelukt is. Het is nog niet helemaal volgroeid, zelfs dat gedeelte is nog niet volgroeid. Het duurt erg lang, moet ik zeggen. Maar wij hebben ook alle tijd. Jullie hebben in de reacties nog wat extra taken achtergelaten die ik was vergeten op te schrijven, dus ik ben jullie dankbaar daarvoor. Die gaan we gelijk heel even opschrijven hier. We hebben nog een paar plekjes vrij. Een van die taken was namelijk tolbrug bouwen boerengebied. Die moeten we namelijk nog maken. Nu doen we even rood, we hebben nog niet af. En iemand kwam ook met een heel leuk idee. Dierenverblijf bouwen. Zo, hoppakee. Ik heb namelijk al mijn prachtige diertjes gewoon letterlijk hier in het hofje staan. We hebben hier Abraham de hond, Jos de vos, Kwast 2 het paard, Klodder de koe, Hector en Magda. En die hebben allemaal nog steeds geen huisje. We hebben ook wat katten, maar die zijn inmiddels lekker bij het kattencafé. Zijn ze heel blij mee. Maar deze moeten ook nog steeds een plekje hebben. Dus vandaar dat die op het lijstje is gekomen. Maar laten we even kijken wat we nog meer kunnen doen vandaag. Ik dacht misschien is het wel leuk om een beginnetje te maken aan stadsmuren upgraden. Hoppakee, dan gooien we hem ook oranje. En wat ik daarmee bedoel, jongens, is ik wil een overkapping bouwen over de stad. Over de stadsmuren bedoel ik. Aan deze kant hier als voorbeeld. Zodat jullie kunnen zien wat ik bedoel. Met hout. En het is eigenlijk heel simpel. Het is echt heel simpel hoe ik dat wil doen. Dus laten we dat ook maar met een klein timelapse doen. Let ik alleen dit korte kleine Dit korte kleine stukje muur. Gaan we een overkapping overheen bouwen. Een klein upgradeje eraan geven. Zodat jullie zien en snappen wat ik bedoel. En dan kunnen we daarna met z'n allen beslissen. Of we dit daadwerkelijk met de hele stadsmuur willen. Wat echt heel groot is en heel veel tijd gaat kosten. Dus kies wijs. Maar ik vertrouw jullie. Nou, veel plezier met kijken naar deze timelapse die waarschijnlijk 10 seconden duurt, niet langer. Dus ik zie jullie zo. Daar zijn we dan weer na een prachtige timelapse, jongens. Hij was letterlijk echt heel kort en waarschijnlijk was het niet zo heel interessant. Maar ik ben blij met het resultaat en ik denk dat we dit moeten gaan doen bij de hele muur. En wat ik aan het einde van de timelapse ook heb gedaan, dat zag je waarschijnlijk al net aan, is dat ik het plafonnetje of het dak van de toren van steen heb gemaakt. En oh my days, wat ziet dat er cool uit. Moet je het verschil zien met het feit dat hier hout op zit, zo. En dat er op die torens daar hout zit en daar in de verte hout. En dit, dit ziet er toch zoveel steviger uit. Dit is daadwerkelijk gewoon een steen de toren in plaats van een toren met steen en een beetje hout. Maar de overkapping is heel leuk. Enige wat ik niet mooi vind is het feit dat hij net zo hoog is als de toren daar. Maar op het lijstje staat ook de stadspoort renoveren. Want ja, deze moet echt een keertje anders. Ik bedoel, dit moet hoger. Dit moet meer detail en zo, weet je. Dus dat komt dan wel goed. Misschien dat we gewoon een hele andere poort ooit een keer bouwen. Maar kan ook weer niet, want dit is wel gewoon de poort zoals we hem kennen. Maakt niet uit. In ieder geval, ik ben hier blij mee. Maar, wat ik dus nog wel eventjes wil doen, jongens, is deze vloer hier ook gewoon van andesite maken. Ook al is mijn andesite wel bijna op. Maakt niet uit. Ik wil dit ook even van andesite hebben, want het is nu net te veel hout. Zeker omdat er een houten randje ook overheen zit. Is het hout op hout en dan wil ik liever gewoon hout op steen hebben. Dus vandaar dat we dan dit randje hier ook eventjes mooi een beetje renoveren op deze manier. Of dit randje hier, deze vloer, kan ik het beter noemen. Zo, hoppakee. Wel voorzichtig zijn met het steen dat ik heb. Ik heb nog wel meer steen hoor, of meer andesite, maar dat zou ik nog even op moeten halen bij mijn kisten. Maar op zich komt dat wel goed uit, want in mijn inventory zit letterlijk bomvol met hout. Dus laten we dat even snel ophalen en niet eens in mijn chestroom, maar gewoon letterlijk hier bij de rechtbank. Hoppakee, heb ik een klein setupje waar basically het belangrijkste van mijn spullen ligt. Ook, ik zou niet eens weten of dit allemaal past, hè, dit hout. Oh jee, oh jee. Oh, het past wel. Oké, maar mijn signs niet. Nou, is niet erg. Houden we wat signs bij me. Dan andesite heb ik, als het goed is, hier verstopt. Ja, 27, een stekje. Oeh, dit is it. Oeh, die is wel pittig, moet ik zeggen. Laten we even de helft er maar gebruiken. Zo. Zou dat genoeg zijn? Ik weet het niet. We gaan heel even slapen op de kerk. Zo, die heb ik al lang niet meer gestaan op de kerk. En ik denk dat het er veel mooier uit gaat zien als dit vloertje hier gewoon van andesite is. Echt waar. Veel steviger en veel... ik weet het niet. Ik denk dat het contrast van het steen en hout daar veel mooier gaat zijn. Zeker omdat er nu een houten plafonnetje op zit, weet je. De muren waren nooit helemaal mijn
mooiste creatie vond. Ik bedoel, ik ben er wel trots op, maar het was nooit af, weet je. Dus ik denk dat als we dit overal doen, dan kan ik voor het eerst in mijn leven zeggen, weet je, de muren zijn af. En ik denk dat we ook wel genoeg Andesite bij ons hebben, toevallig. En badabim bada... Oh, wat doe ik nou? Badabim badaboom wil ik zeggen. Zo, hoppakee. Even dit blokje hier ook nog fixen. Zo, deurtje opnieuw erin. Hoe ziet dit er van afstand uit als ik een beetje aankom vliegen? Het ziet er... Oh, dat is clean. Nu komt het hout er pas echt uit, jongens. Nu steekt dit echt gewoon uit. Zo, dit is beter, hé. Zoveel beter dan dit. Gewoon zoals het er nu uitziet hier met een overkappetje eroverheen. Ja, dit gaan we dus doen rondom de hele stad, jongens. Gaat echt nog wel een groot taakje worden. Maar op het moment dat het af is, dan is het ook wel echt goed af. Want als je nu eroverheen vliegt, kijk, het is het gewoon net niet, weet je. En om het zelfs nog erger te maken, de buitenkant hier is gewoon nog niet eens opgevuld. Dit is al zo oud, dat dit niet is opgevuld. En dan moet ik eigenlijk wel echt even keertje gaan doen. Maar dat valt dus ook gewoon onder de muren renoveren, weet je. En ze gaan nog helemaal hierheen, het hoekje hierom. Het ergste is het gedeelte in het nieuwe gebied. Daar zijn pas ook nog hele lange muren. Zoals je hier kan zien, dit moet dan ook allemaal gedaan worden. Gaat echt nog wel een groot klusje worden, maar dat gaan we een keer met een mooie timelapse doen. In ieder geval niet vandaag. We houden hem even op oranje op de muur. Als in niet de muur die we nu aan het bouwen zijn, maar dit prachtige muurtje hier. Houden we hem even op oranje. En dan gaan we nu bezig met wat anders. Gaan we meerdere taken in één aflevering doen. Laten wij beginnen met de tolbrug bouwen bij het boerengebied. Ik denk dat dat ook wel leuk is om aan te beginnen. Ik denk dat we die zelfs wel af kunnen krijgen deze aflevering. En dan kunnen we hem groen maken. En dan hebben we weer een vinkie, jongens. Dan zijn we weer hartstikke blij. Maar daarvoor moeten we eerst eventjes naar... Wacht even hoor. Er staat een barrel. Ik heb al zo lang geen post meer gehad van mensen. Wacht, nou, dus ik check nooit mijn brievenbus voordat ik dat echt nog een keer zeg. Oh, maar deze ligt van alles. Jemig, wat is het allemaal? Was geen interessante post. Ik heb al zo lang geen post gehad van mensen. Dus ik hoop oprecht... Ja! Het is post! Oh, jongens! Ik ben zo eenzaam! Ik ben zo eenzaam dat ik zo blij ben met een beetje post. Wat is het? Wat is het? Wie heeft mij... Ik ben zo blij dat ik het zag, anders... Mensen moeten het wel even ergens anders plaatsen. Jongens, ik heb geluk dat ik het nu gezien heb. Ik weet niet van wie dit is. Maar wees blij dat ik deze barrel hier zag staan. Oprecht, wie weet staat het er al eeuwen, maar ik heb het nog niet eerder gezien. Dus waarschijnlijk is het redelijk recentelijk geplaatst. Er is niemand verder online. Dus ik ben benieuwd. Beste Walnoot, ik, Willy... voelde mij verwaarloosd door jou en heb daarom jouw ender egg gestolen. Ender egg. Wacht, ik corrigeer je even, Willy. Volgens mij is het ender dragon egg. Maar trouwens, wat, Willy, hallo? Willy is een villager. Willy de dorpsgek. Laatste keer dat ik Minecraft heb gespeeld, kunnen villagers geen boekjes schrijven. Heel apart, maar oké. Nu heb ik jouw video gezien waarin jij hem nodig hebt voor je lelijke stambeeld. Dat klopt, daar heb ik hem echt voor nodig. Dus, hey, Willy. Trouwens, wacht even. Ik corrigeer hem wel heel leuk, maar... Willy heeft mijn ender dragon egg? Hallo? Hoe kom jij eraan? Ik wist niet eens waar die was. Ik had oprechte gedachten dat hij gewoon in de end, in de void was gevallen. Dus ben ik bereid hem terug te geven? Oké, dat vind ik lief, dat vind ik leuk. Wat je hiervoor moet doen? Oh, natuurlijk moeten we wat voor je doen. Oké. Ik wil een standbeeld van mezelf hebben en ik wil graag dat je me elke aflevering even gedag zegt. Net als vroeger. Inderdaad, jongens, echt iets van 100 afleveringen geleden. En dan bedoel ik legit 100 afleveringen geleden, want we zitten inmiddels in 160 of zo. Aflevering 160. Maar 100 afleveringen geleden ging ik altijd naar Willy toe. Elke aflevering. En dat hebben we echt dus al 100 afleveringen niet meer gedaan. Dus ik snap wel het feit dat hij zich verwaarloosd voelt, maar ik weet niet eens waar Willy is. Ik heb hem al 100 jaar niet gezien. Je kan me vinden in het huis van Lotte, want daar woon ik samen met Berend. Oh, maar deze Berend heb ik ook al eeuwen niet gezien. Vriendelijke groet, Willy de dorpsgek. Ja, maar hoe? Dat is nog een pagina. PS, ik kan niet schrijven, dus heb ik dit boekje door Fiona laten schrijven. Oh, oké. Nou, probleem opgelost. Hij kan niet schrijven, maar ja, je bent een villager. Ik wist niet eens dat jij kon communiceren met mensen. Dus ik weet niet wat voor villager Willy geworden is, maar Willy was de dorpsgek. Berend was mijn allereerste villager. En dit is het huis van Lotte, dus het is wel in de buurt, dat scheelt. Maar laten we even kijken... Wacht, trouwens, hier is ook een ingang. Ik weet niet waarom ik met die loop. Hier, dit is ook volgens mij het huis van Lotte, dit. Laten we even kijken wat Berend en Willy hier allemaal aan het uitspoken zijn. Dus, hey, wat heb ik die al lang niet meer gezien, hé? Hey? En wat doen ze in het huis van Lotte? Waarom zijn ze hier? Nou, ze zijn niet op deze verdieping. Zie je hier? Ik hoor ook nog helemaal niks. Zie je hier? Nee, ook niet op het balkonnetje. Waar zijn jullie, jongens? Waar zijn jullie? Jullie zijn... Oh, wacht, er is nog een verdieping. Oh, hier misschien. Ook niet. Misschien dat ze wel hierboven zijn. Oh, Willy. Pip. Ze liggen in bed. Oh, maar kijk maar aan. Sorry, wacht. Ze zijn aan het slapen, jongens. Ik kom zo wel terug. Ik kom zo wel terug. Oh my days. Ik was gewoon even aan het inbreken in het huis van Willy en Berend. Nee, dat is het huis van Lotte. Maar wat doen ze daar? Waarom slapen ze daar? Ik heb zoveel vragen en zo weinig antwoorden, jongens. Ik kan me niet eens herinneren de laatste keer dat ik Willy en Berend heb gezien. En nu, wacht even. Ga slapen, want dan worden ze ook wakker. En het is een beetje ongemakkelijk om in hun kamer te komen als ze slapen. Kijken wat Willy te zeggen heeft. Ik denk niet zoveel, want het is een villager. Goedemorgen. Oh, jullie zijn heel intiem op een bed met z'n tweeën. Heb ik jullie betrapt met iets of zo? Nee? Nee, hè? Hey, Willy.
Wat is het een tijd geleden? Berend, wat is het een tijd geleden? Sorry als ik jullie verwaarloosd heb. Ja, jullie kunnen in een hoekje schuilen wat jullie willen, maar wat doen jullie hier op de zolderkamer? En, oh, hij gaat er vandoor. Berend, hoe is het met je? Ik heb je al zo lang niet meer gezien. Oh my days, wat doen jullie hier op de zolderkamer? Kan je ook praten, want jij hebt een boekje geschreven. Nee, hè? Nee, dat dacht ik al. Je bent een villager. Je hebt niks te zeggen naast... Naast een beetje... deze herrie. Wat ga je heen? Oei! Hey! Ik... Dit... wat is dit? Is dit jullie pronkstuk? Dit is van mij, Willy. Ik heb de Ender Dragon samen met Robin verslagen. Vervolgens heb jij het ei hier verstopt. Wat is dit? Wat zijn we aan het doen? Ze hebben hem gewoon van me gestolen, jongens. Het waren Willy en Berend met z'n tweeën. Ik heb nooit geweten dat hun een complot hadden met z'n tweeën. Kan ik hem niet gewoon... Je weet dat ik hem gewoon kan pakken. Dat zeg maar dat ik gewoon legit nu dit kan slopen hier en gewoon dat ei kan pakken. Ik ben echt met villagers aan het praten. Wat ben ik aan het doen? Ik zit in mijn eentje in mijn kamer. Het is 00:30 s'nachts en ik ben met villagers in Minecraft aan het praten. Hoe is het verder met jullie leven? Hey, weet je, ik kan hem wel slopen en zo, maar dat gaan we niet doen. We gaan het boekje volgen. Je wilde ervoor een stambeeld van mezelf. Je wil een stambeeld van jou. Niet van Berend, maar van jou, Willy. Dat is een beetje egoïstisch eerlijk gezegd, maar ik vind het prima. Als jij een stambeeld wil van jezelf, geef ik een stambeeld van jou. Die gaan we bouwen. We gaan een leuk plekje en dan kom ik terug. We gaan een leuk plekje vinden en dan kom ik terug om dat enderdraken eitje op te halen. En dan kan ik die op mijn andere standbeeldje plaatsen. Wat een moeite dat ik moet doorstaan voor een simpel enderekje. Nou, laten we in ieder geval eerst toevoegen. Dan gaan we eventjes van plannen veranderen. Dan doen we deze nog even op rood. Hakken we hier even deze. Plaatsen we hier. Standbeeld. Oh, standbeeld van Willy bouwen. Nou, dan gaan we daar gelijk mee aan de slag. Waar gaan we dat doen? Waar is een mooie plek om dit te doen? Een stambeeld van onze Willy. Laten we eerst even wat vuurwerk pakken, want ik zie dat dat bijna op is. En gelukkig hebben wij nog heel veel. Zo. Moeilijk, hè, om dit te bedenken. Waar een mooie plek zou zijn voor een stambeeld van Willy. Het is wel leuk om een keertje te doen. Ik bedoel, hij verdient het wel. Heel veel mensen die waarschijnlijk nieuw zijn met deze serie, of redelijk nieuw, of misschien een half jaar oud, die dit al een half jaar kijken. Oprecht, Willy is dan zelfs nog voor die tijd van deze serie. Dat is echt wel lang geleden. Wat nou als we Willy hier in het midden van het water doen? Dat is misschien wel leuk. Hier gaan we toch nog binnenkort aan de slag voor details. Dan gaan we hier midden in het water. Ja. Gaan we doen. Laten we de benodigde blokken even halen. Gewoon wat steen. Misschien wat mossy stone. Ja, mossy stone is denk ik wel leuk. Dat het lijkt op een oud standbeeld. Alsof hij er altijd al heeft gestaan. Maar vooral gewoon normaal steen. Stone bricks. Cobblestone. Hebben we nog meer cobblestone? Niet hier, denk ik. Wat leaves. Andesite hebben we even niet nodig, denk ik. Trouwens, ik denk dat stone bricks er ook niet bij past. En ik heb ooit een keer een leuk design online gezien. En ik ga proberen die nog een keer te bouwen. Volgens mij was die niet zo moeilijk en die ziet er gewoon echt heel leuk uit. Vraag me alleen af of ik nog mossy cobblestone heb, want dat zou wel heel leuk zijn erbij. Het zou niet erg zijn als het er niet is. Ik bedoel, ik heb waarschijnlijk ergens nog wel mos liggen, dus... Waarschijnlijk in mijn kasteel ligt nog wel wat mos. Althans, ik hoop het heel erg. Ik hoop echt heel erg dat in mijn kasteel nog wat mos ligt. Hoppakee, geland. Naar de chest room. Mos. Hier. Ja! Oh, gelukkig. Kijk, kunnen we hier zo gewoon... Hoppakee, boom. Maken we er gelijk ook even wat slabs van. En misschien wat stairs zo. Hoppakee. Oeh, maar ik heb wel stone bricks, besef ik me nu, nodig. Voor het platform waar die op staat. Hij moet wel natuurlijk een leuk platformpje hebben waar die op staat. Weet je, hij moet niet zomaar in het water staan. Als we dat nou gewoon wel van stone bricks doen. Dat is denk ik wel leuk. Oké, we gaan die kant op, jongens. We gaan een standbeeldje bouwen voor Willy de dorpsgek. Zodat hij voor altijd versteend en vereeuwigd is hier. Precies op dit plekje. Kijk, doen we zo. Ik bedoel, zo en zo. En hij wordt volgens mij 3 breed. Dus dat betekent dat we nog zo moeten doen. Dan gebruiken we deze blokken even om in het midden even 1 keer zo te doen. Dan hier even 1 keer zo. Hier even wat walls. Gewoon voor details, weet je. Gewoon leuke kleine simpele details. En dan hier het standbeeld. Beginnen we met een simpel onderkantje, een beetje zoals dit. Nogmaals jongens, ik heb dit niet zelf bedacht hoe ik het nu ga bouwen. Ik heb gewoon ooit een keer echt wat heel leuks gezien. Dus dat bouwen we daar nog een keer. Ik moet even twijfelen, welke kant gaat hij opkijken? Gaat hij daarin kijken of gaat hij daarin kijken? Trouwens, ik weet niet wat moeilijk... Ik doe het helemaal verkeerd. Ik moet hem gewoon daarin laten kijken. Dat is zoveel beter. Oeh, laten we dat nog maar even snel doen. Voordat het te laat is. Ik ben blij dat ik daar nog even aan denk. Want ik wilde hem bouwen, maar ik denk, waar komt het gezicht eigenlijk? Heel erg anders dan dat we eerst dachten. Zo, dit is het handje, want ze hebben natuurlijk altijd zo'n handje in een zak. Of in een, ja, weet ik niet. Ze hebben altijd een handje zo, die villagers. Dan zijn dit de prachtige armpjes die zo omhoog gaan. Zo, hoppakee. Trouwens, zijn schoudertje moet wel dik zijn, zo. Hetzelfde geldt voor hier een armpje zo omhoog en dan een dik schoudertje. Hier is zijn borstje. Kijk, het begint er al goed uit te zien, hè, jongens, Willy. Gaan we wel even slapen, want het wordt al donker. Is niet heel fijn. Dat is een ruggetje moeten we ook even maken. En daarvoor gaan we weer mossy dingen gebruiken. Die mossy blokken, die zijn heel fijn, vind ik. Zo. Nou, hier trouwens ook wel een cobblestoontje. En dan hier een steentje. Ja, klopt. Nou, hier. Zo. Dit is beter.
steen, steen, cobblestone. Dit wordt zijn kin hier. Kijk, zo hoppakee. Dus je ziet het nog niet, maar dit is uiteindelijk gewoon zijn kinnetje. Maken we zijn hoofdje hier. En dan doen we hem lekker veel mossy cobblestone. Hoppakee. Dan op zijn kin komt het mondje. Dat is zo'n heel klein mondje, kijk, zoals dit. Of een heel klein mondje, gewoon echt een beetje een... Ik weet niet wat ik doe, maar je snapt wat ik bedoel. Maar dan, waar de villagers altijd zo herkenbaar voor zijn, jongens. Die grote, dikke neuzen van hun natuurlijk zo. Dan nu de ogen, die gaan zo. Even denken. Hoe ging dat? Volgens mij gewoon zo. En dan even kijken, hier opspringen. Zo. Hoppa, hoppa. En dan daaronder... Oh, wat doe ik nou? Zo, hoppakee. Ook dezelfde blokjes, zodat de ogen echt een beetje... Of dit zijn de wenkbrauwtjes trouwens. Dat was het. Ik heb deze al zo vaak gemaakt, jongens, dit ding. Maar altijd hetzelfde ook. Dat ik gewoon nog weet hoe het moet. En misschien omdat ik voordat ik hem ging bouwen nog naar een plaatje ging kijken. Maar houd dat maar even voor jullie zelf. Nou, en dan tot slot zo, zo. En dan nog één kobbelstoontje hier. En als het goed is, hebben wij dan gecreëerd... Willy, de dorpsgek, daar staat hij. Daar staat hij. Misschien heeft hij wel iets te veel mossie. Hij heeft iets te veel mossie dingen. Ik denk het wel. Ik denk dat we iets minder mossie bloks moeten doen. En iets meer normaal cobblestone. Bijvoorbeeld die hier, cobblestone zo. En dan dit ook hier, cobblestone. Volgens mij lost dat al heel veel op. Even kijken. Ja, al vind ik dat achter zijn oog ook nog steeds te veel zit. Dus laten we dat ook even oplossen. Hierachter dit hier, kijk, die. Als we daar nou ook dit van maken, denk ik dat we er zijn. En ja! Oh, dit is perfect, jongens. Nu is hij. Mwah. Magnifiek! Wat doen we daar dan erop vervolgens? Nou, eigenlijk hoeft er helemaal niks op. Ik vind die paaltjes gewoon los in het water zo eigenlijk best wel clean. Willy, je hebt je eigen standbeeld gekregen. We gaan je binnenkort aan de slag om ook de omgeving nog een beetje gezellig te maken. Hier misschien wat kraampjes en zo. Wat lichtjes bij je standbeeld moet dat natuurlijk. Oh, dan kunnen we misschien daar lampjes of kaarsjes op doen zelfs. Ja, maar leuke ideeën. Nou, laten we nu dan maar gewoon naar Willy toe gaan. Dat ender-eggje even pakken. Hebben we een toorts bij ons? Of iets waar die op kan landen? Nee, laten we even een toorts pakken. En ik weet dat ik in mijn andere kistenhuisje hier om het hoekje... Hier heb ik volgens mij nog heel veel toortjes liggen in deze kist. Nee, in deze kist. In deze kist. Oh, wacht. In deze kist. Ja. Zo. Die hebben we namelijk nodig om de ender-egg even te pakken. Ik mag hopen dat ik gewoon in mag breken in het huis. En het gewoon kan stelen. Ik hoop het echt. Ik hoop dat ik echt mag inbreken en dat mag stelen. En ja. Dat vinden jullie vast niet zo erg. Willy, ik heb een standbeeld voor je gebouwd. Berend. Hij lijkt ook een beetje op jou. Dus ik hoop dat jullie het niet erg vinden als ik hem nu meeneem. Oh, je komt wel heel dichtbij. Nou, laten we hem meenemen. Komt ie, hè? Ik moet heel snel zijn. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Wat is dit? Ik dacht dat ze onder toortjes konden staan. Of als je een toortje eronder zou plaatsen, dat hij dan... Nou, ik snap het niet. Wat zit hieronder? Oké, we gaan nog een keer proberen. We gaan hier een toorts plaatsen. Komt-ie. Hé, gelukkig. Ik wist niet wat dat was, hoor. Dat heb ik nog nooit meegemaakt met een... met een dragon egg of een ender dragon egg. Oh, daar is hij, de dragon egg. Laten we hem... Wat is die zombie irritant? Laten we hem gelijk op het goede plekje zetten, jongens. Namelijk hier op het standbeeldje. Al die moeite voor letterlijk een klein poepstandbeeldje. Daar komt-ie. 3, 2, 1. Kijk, dit is toch zoveel cooler. Hij heeft het hoofd in zijn handen en hij heeft het ei in zijn handen. Ik vind het een succesvol verhaal. Mooi afgerond. Maar nu moeten we wel ons aan de afspraak houden, jongens. We moeten elke aflevering Willy en Berend even gedag zeggen. Ik vind het raar dat Willy een huisje heeft gevonden. Want hij was altijd de dorpsgek die maar een beetje rondliep en zo. Maar weet je, als hij ergens wil wonen, vind ik het helemaal prima. Laten we hem even afstrepen bij de muur. Hier die we gebouwd hebben natuurlijk, dan moeten we hem even groen maken. Ook al hebben we hem net toegevoegd, weet je. Gaan we hem even groen maken. Hier standbeeld van Willy bouwen. Hij is er net opgekomen en hij is gelijk afgevinkt. Klein beginnetje gemaakt aan de stadsmuren. Ben ik blij mee. Ik hoop dat jullie dat een goed idee vinden. Ik namelijk wel. Volgende aflevering gaan we of dat afmaken of aan wat nieuws beginnen. Misschien aan... Oh, de ender-egg vinden. Trouwens, die mogen we ook afvinken. Boom! Die is namelijk gevonden. Willy had hem gewoon gestolen. Of misschien gewoon geclaimd. Ik weet het niet. Maar wat wilde ik nou doen? Volgens mij wilde ik tolbrug. Dat wil ik misschien ook volgende aflevering even doen. In ieder geval, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. We hebben weer veel taken uitgevoerd. We hebben veel lol gehad. Van een brief van Willy gehad. Maar ik twijfel. Misschien is Willy wel gewoon een beetje in de setup beland. Want een villager, jongens, die kan helemaal niet echt communiceren. Ik snap er echt gereed van. Ik bedoel, het enige wat hij zegt is. Huh. En meer niet. Maar goed, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Ben je nou nog steeds bij deze video? Reageer dan even. Willy, we houden van je. We hebben je gemist. En Berend, je bent een legend. Dank jullie wel. En dan nu. Ik zeg heel vaak en dan nu, hè. Maar ik bedoel, en dan nu. Kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content veendeel. Heb je hem nou gemist? Moet je hem zeker even kijken. Goede aanrader. Even liken, even abonneren. Je kent het riedeltje. En dan nu. Spreek je later. Glaasje water. Vier visje bier. Tot de volgende keer. Yo!